We staan hier bij het beeld van Cornelis Joppenszoon. Je ziet hem staan met de hutspot in de hand, omdat wij op zoek zijn naar de werkelijke plek waar de hutspot is gevonden. En we zijn al een tijdje bezig, als ik mensen vraag van waar denk je nou dat de hutspot vandaan kwam, dan wijzen ze altijd vragend weliswaar naar deze plek. Hier is het dus niet, het beeld staat er, het station is ernaar genoemd hierachter. Sterker nog, deze hele mooie weg richting de Leidse binnenstad is ook vernoemd naar Schanslammen. Maar dit is dus niet het plek waar de fortificatie, zeg maar, de Schanslammen werkelijk gestaan heeft. We weten zeker dat het hier niet was, omdat we op oude kaarten kunnen zien dat de Schans gesitueerd is bij zeg maar de Kroonburg. Wetering, de Kroonsteinse Wetering moet ik zeggen, en de oude loop van de Vliet. Dat is ongeveer op de plek waar nu de Lammenbrug ligt. Dat was dus een strategisch punt waar Leiden dus een schans heeft gebouwd om zeg maar de woestelingen, de Spanjaarden buiten te houden. En in dit geval waren ze hem vergeten af te breken. In ieder geval heeft Joppenszoon, toen de geuzen zeg maar de Vliet afkwamen en richting de stad zijn gegaan om hem te ontzetten, zeg maar. Daar heeft Cornelis Joppenszoon die pot gevonden. De pot is nog te vinden in de Lakenhal. Dus het is hoogste tijd waar wij al een tijdje mee bezig zijn, om aan fondsen te komen en gewoon wetenschappelijk vast te leggen van ja, waar ligt dat ding nou? Daartoe hebben we een crowdfunding gestart. Hij loopt al een tijdje, we hebben hem verlengd, want iedereen vindt het een sympathiek idee, maar dat wil nog niet zeggen dat iedereen gelijk start. Ik wil jullie wel laten zien waar het ongeveer moet liggen, want zeker weten we het natuurlijk niet. Daarom hebben we de RAAP erbij gehaald. RAAP is een archeologisch onderzoeksbureau wat hier in Leiden gevestigd is. Leiden staat in geloof ik maar één lijstje in de top 10 wereldwijd. En dat is voor archeologie. En ik vind het een gemiste kans als we als Leidenaar en als universiteitsstad met zo'n hoog aangeschreven archeologieopleiding, dat we die plek niet kunnen bepalen. Dit moet ongeveer de plek zijn geweest waar de schans heeft gelegen. Maar wat hierachter loopt is het kanaal. Achter de brug loopt de Vliet. Dus dat is de plek waar de geuzen zeg maar, Leiden binnen zijn gekomen. Dit was het strategische punt waar het fort lag. Waar precies is niet duidelijk. Tijdsdruk heeft te maken met het feit dat de 206, de Lammenbrug, zeg maar, dat onderdeel is van het plan om de A4 en de A44 met elkaar te verbinden. Dus er wordt hier een hogere, bredere brug gebouwd. En daar moeten we, zeg maar, dat moeten we voor zijn. Willen we nog wat terugvinden. Als er aan die kant al iets te vinden is, is dat de tijdsdruk. Zeg maar. Het onderzoek zal eruit bestaan in eerste instantie. En daarom hebben we ook de meeste financiën nodig om een wetenschappelijk boekenonderzoek te doen. Nou, dit is dus een van de oude kaarten die er zijn van het beleg van Leiden. Hierachter is dus de Roomburger Sloot. Dat is het oude Burculo-kanaal, dus gegraven door de Romeinen nog. En dit is de Vliet richting Leiden. Hier was vroeger een overtoom. Het niveauverschil tussen de wateren was verschillend. En hier trokken ze zeg maar, schepen van het ene water in het andere water. Het werd ook wel een botergallig genoemd. Normaliter werd zo'n fort afgebroken als we wisten dat de vijand kwam. Dat zijn ze net als het inslaan van voorraden, zijn ze met het laatste beleg vergeten. Een tactisch foutje kun je wel zeggen. Alleen het kort wat we dus nodig hebben. We hebben een begroting van €18.000. Die hebben we voor een groot deel nodig voor het wetenschappelijk onderzoek. We hebben verschillende fondsen aangeschreven. We hebben al een redelijk bedrag binnen. En wat we nodig hebben is een donatie van de Leidenaren zelf. Kijk allemaal op voorjebuurt.nl. Als je daar Schanslammen intypt, dan kom je onze actie tegen. En een donatie zou erg gewaardeerd worden.